De punkrock opera is natuurlijk Zen Arcade van Husker Du. Ook deze band uit Minneapolis had zich uit het keurslijf van de hardcore punk gescheurd. Hun eerste album was pure teenage angst aan sneltempo, maar geleidelijk was er meer melodie binnengeslopen in hun sound, vaak via covers van 60s iconen als Donovan, The Beatles en The Birds. Ook qua onderwerpen deinsden ze nergens voor terug. Het beste voorbeeld daarvan is Diane, waarin drummer Grant Hart het heeft over een waargebeurde verkrachting slash moord. Voor hun derde album incorporeerden ze folk en psychedelica en uiteraard uitzinnige noise rock in een concept dat uitgesmeerd werd over vier plaatkanten. Het verhaal over een jongetje dat thuis wegloopt uit frustratie, maar ontdekt dat de grote wereld ook niet alles is, is redelijk moeilijk te volgen. Maar dat hoort nu eenmaal bij de betere rockopera. Maar welke track kies ik uit al dat moois? Never Talking to You Again van Grant Hart is waarschijnlijk het mooiste liedje. Maar mijn voorkeur gaat eigenlijk uit naar opener Something I Learned Today, waarin Bob Mould zijn gekende, gepijnigde zielenkreet met totale overgave uitschreeuwt.